Sinds 29 maart van dit jaar moet de School van het Leven verder zonder een van zijn stralendste docenten. Lang voor Bibian Mentel liet zien wat je met positiviteit allemaal kan betekenen, voor jezelf, voor anderen en voor de wereld, was ze zomaar een topsporter. Iemand zoals velen van jullie, met een diepe liefde voor haar sport. Iemand die de grens van lichaam en geest opzocht. Iemand die haar sport vertegenwoordigde. Iemand die zo vol overgave, zo enthousiast trainde, dat haar wereld de vorm van een snowboard kreeg. Iemand die niet alleen de meeste aanleg had, maar ook de meeste lol. En toen een blessure, die onschuldig oogde en kwaadaardig bleek. Kijk, soms leert onheil je meer dan voorspoed. Bibian leerde hoeveel je zelf leert als je anderen iets bijbrengt. Ze leerde dat pech en verdriet met krankzinnige willekeur de wereld in worden geslingerd. Ze leerde dat het leven vooruit geleefd en achterwaarts begrepen wordt. Ze leerde dat plezier en topsport, dat de anderen en jezelf, dat ellende en genieten elkaar niet uitsluiten. Integendeel. Wat een prestatie na zoveel tegenslag. Ze leerde het onbegrijpelijke begrijpen. En in de weinige tijd die ze had, vond ze de gelegenheid om wat ze leerde aan anderen te vertellen. Felicitaties voor haar snowboardmoeder, want dat is Bibian Mentel voor haar. Soms groeit de leerling uit tot leraar. Bibian Mentel leerde ons alles wat ze van haar ziekte had opgestoken. En dat bleek een hoop. En tussendoor bleef ze medailles winnen. De een na de ander. Goud werd de kleur van lachend niet opgeven. Hoe minder ze kon, hoe meer ze bleek te kunnen. Ze liet zien hoeveel er nog te kiezen valt als er geen keus meer is. Wauw, sta ik weer. Een van de belangrijkste mentellessen bestaat eruit dat een topsportbestaan niet uit alleen topsport hoeft te bestaan. Ik ben super trots op je en ik hou heel veel van je. Dank je. Dat afleiding soms vermomde motivatie is. Dat je met weinig veel gedaan kan krijgen en dat energie geven een grootste manier kan blijken om energie te ontvangen. Nog zo'n mentelles. Niet alles wat je wil gebeurt als je het maar hard genoeg wil, maar je kunt wel altijd meer dan je denkt. Bibian Mentel. Leerling, leraar en leerstof. Realist, dromen en droom. Groot op het bord, groot in de sport, groots in de wereld. Bibian Mentel, winnaar van zoveel meer dan goud alleen.